5G, is dat nou echt schadelijk voor ons? En als jouw telefoon ook 5G-ready is, zoals ze dat noemen... is dat dan schadelijk voor ons? Ja of nee? Er zijn zoveel mensen die het op het moment niet weten. Maar als er iemand is die het wel weet... dan is dat natuurlijk onze eigen Bernie Duyn. Van Optie 1, ja. Ja, Bernie, goedemorgen. 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 Ja, nou ja, laat beantwoord die vraag van Arnoud dan maar gelijk eens even. Ik denk dat velen met hem die vraag ook hebben. Ja, is het echt schadelijk? Ja, er zijn momenteel feiten en fabels over... maar het is maandag, kom op. Feibels en vaten. Heel veel feiten en fabels, ja. Nee, ja, inderdaad. Ik krijg deze vraag echt heel veel in de winkel. En ik heb ook een aantal feiten en fabels opgeschreven... die echt gewoon bij mij veel voorkomen in de winkel. Ja. Je hebt bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S10. En je hebt de nieuwe Oppo-toestellen. Het zijn allemaal toestellen waar dan 5G in zit. En mensen denken van, oh, als ik dat toestel koop... dan is dat schadelijk, want daar zit die gevaarlijke 5G-antenne in. Nou, dat is dus zeker niet het geval. Sowieso is 5G überhaupt niet schadelijk. Dat heb ik al een aantal keer hier ook verteld. Het doet helemaal niks met het lichaam. Het is ook onderzocht. Dus als je een telefoon koopt waar zo'n antenne in zit... terwijl het netwerk überhaupt nog niet eens actief is... dan zal het ook niks uitmaken. Maar hoe komt het dan dat veel mensen op dit moment toch denken van... het is gevaarlijk voor ons? Het wordt ook in relatie gebracht met corona. Het zou niet corona veroorzaken... maar het zou het coronavirus kunnen dragen en zo kunnen verspreiden. Dat is een beetje het algemene idee erover, toch? Ja, zelfs dat was de afgelopen week veel in opspraak. Dat komt natuurlijk omdat het corona is ook een beetje ontstaan in China. Ook het 5G-signaal wordt heel erg geassocieerd met China. Onder andere de bedrijven die er mee bezig zijn, die antennes maken ervoor. Maar het heeft er helemaal niks mee te maken. Sowieso is natuurlijk corona is een virus en 5G is een soort van straling. Dus het heeft totaal niks met elkaar te maken. Nee. Dus daar hoeven we ook niet bang voor te zijn. Ik schrok er zelfs van dat vorige week ook diverse zetmasten in de fik zijn gezet door tegenstanders. Omdat ze allemaal maar denken dat het allemaal zoveel schade aanbrengt. Wat is eigenlijk helemaal niet het geval is. Maar dat is dus de reden dat ze die antennes in de fik steken. Om te voorkomen dat we straks allemaal 5G kunnen gaan gebruiken. Ja, onder andere ja. Maar ja, wat ze niet weten is dat je daar dus ook mee riskeert. Dat straks 1 en 2 bijvoorbeeld helemaal niet bereikbaar is. Hè? Exact, ja. Want heel veel bestaande antennes worden nu uitgerust met een 5G-antenne. Dus daarmee werken ook de normale antennes niet. Waardoor we straks inderdaad geen noodnummers kunnen bellen. En we hadden vorige week of 2 weken geleden hadden we ook een expert in de uitzending. Ja. Wetenschapper, die vertelde daar ook al alles over. Die zei ook van de straling van 3G, 4G of 5G is eigenlijk allemaal hetzelfde. Het is niet gezegd dat... Of het is niet zo dat 5G een hogere stralingsfrequentie heeft of iets dergelijks. Dat is helemaal niet zo, hè? Klopt. Nee, dat klopt. Dus je kan alle angsten wegnemen die mensen hebben rond 5G. Sowieso wordt 5G uitgezonden over 2 verschillende frequenties. De lage frequentie die wordt dit jaar vrijgegeven. En de hoge frequentie pas over 2 jaar. Mm-hmm. Die over 2 jaar, daar zijn de meeste zorgen over. Omdat dat echt een hogere frequentie is die bijvoorbeeld op het niveau van de magnetron zit. Oh. Maar het is gewoon wel een veilige frequentie. Okay. Dus het is geen frequentie die schade aandoet, want het is al onderzocht, dus niks meer aan de hand. Mm-hmm. Ook een van de dingen die mensen bespreken, van ja, als het straks 5G is, moeten dan overal antennes staan, hebben dan alleen maar kastjes om ons heen staan om te kunnen ontvangen. Dat is ook een van de dingen die meespeelt. Ook daarvoor geldt, dat klopt wel, als we straks 5G krijgen in Amsterdam of publieke terreinen, dan zul je zien dat er overal kastjes geplaatst gaan worden. Omdat inderdaad dat een hogere signaal een korte afstand kan overbruggen. Dus dat krijgen we wel. Maar ook dat is niet schadelijk. Is dat hoog en lage signaal? Is dat hetzelfde bij een modem thuis voor je internet? Dat je ook kan kiezen tussen 2.4 en nog wat? Nou, dat vind ik een hele mooie vergelijking. Ja, het is een beetje dat idee. En ook dat hoge signaal, die 5 gigahertz, die heeft ook een minder bereik. En die 2.4 weer precies. Een beter bereik. Ja. En die andere is weer wat rustiger. Ja, dat klopt. Ja. Hey, en als er dus straks meer masten bijkomen, meer antennes, zijn er überhaupt veel meer voor nodig? En als al die antennes 5G ready zijn, om het maar zo te zeggen, luistert China dan ook fijn met ons mee? Nee, dan luistert China zeker niet mee. Ook een hele goede vraag is dat. Wat heel erg in opspraak was de partij Huawei. Huawei die zou in Nederland betrokken zijn met de aanleg van 5G. Er is in ieder geval besproken al met KPN. Dat KPN in de kern van het netwerk, dus waar eigenlijk al het verkeer komt, geen apparatuur gaat gebruiken uit China, maar echt kiest voor een westerse maatschappij. Dus ze kunnen niet meeluisteren, ze kunnen niet meekijken en alles is veilig. Nog één keertje, kunnen we voor de mensen even uitleggen in het kort hoe dat 5G dan nu werkt? Want ik heb ook een plaatje erbij gehaald. Daaruit zou ik concluderen nu dat 4G
gevaarlijker, of tenminste meer straling oplevert dan 5G. Ja, eigenlijk wel. Want het mooie van 5G is dat het wat gerichter kan werken. Dus het kan gericht naar een apparaat alles toesturen. Terwijl 4G alles juist in de richting of eigenlijk openbaar stuurt, waar iedereen erbij kan. Dat rondom. Op dat plaatje zie je ook dat 4G eigenlijk gebruikt wordt van een soort paraplu, waar je dan onder moet staan om dat signaal op te pikken. En 5G heeft die paraplu eigenlijk ingeklapt. Maar op het moment dat hij detecteert dat er iemand is die dat gebruiken wil, dan pas stuurt hij die informatie naar jou. Ja, dan hij beamt het eigenlijk naartoe. Het is heel gericht. Het is een veel betere manier. Maar dit is vooral de 5G die over 2 jaar wordt uitgerold op die drukke plekken. Ja, de iPhone SE, dat is een nieuwe telefoon. Werd lang verwacht. Ik kan me herinneren dat ik ooit al een SE heb gehad. Dat was zo'n telefoon volgens mij die in verschillende kleuren kon krijgen toen. De kindertelefoon was dat toen een beetje ja, ik had toen zo'n gifgroene. Vond ik wel, vond wel mannen. Ook had ik een roze kunnen nemen, had misschien beter bij me gepast. Die had jij zeker, Bernie, of niet? Nee, ik had geen roze. Nee, dat staat me niet zo goed. Ik moet gewoon een witte hebben, dan staat dat beter. Maagdelijk wit. Maagdelijk wit, inmiddels wel, ja. Nee, het toestel waar jij het over hebt, is de 5C. Oh ja, dat was De kleurenuitvoering. Ja. Dat was de plastic achterkant en die werd op een gegeven moment voor €400 uitgebracht. Mm-hmm. Nou, en de iPhone SE, die hebben ze in 2016 uitgebracht. Dat was eigenlijk een iPhone 6S. Dus een heel snel toestel met een goede camera. Maar dan voor een prijsje van een iPhone 5S. Mm-hmm. En het formaat van iPhone 5S. Nou, dat apparaat was super populair. Heel veel mensen die wouden dat toestel hebben. Omdat je eigenlijk onder de €500 een goede iPhone had. Ja. En Apple gaat dat trucje nu weer opnieuw uitproberen. Okay. Waarom doen ze dat? Gewoon om weer meer van de markt ook te kunnen hebben? Ja, nou dat is het exact. Het is om een groter publiek te kunnen bereiken. Kijk, de nieuwe toestellen die allemaal uitgebracht zijn, die zijn allemaal rond de €700-800. En zelfs toestellen van €1200 à €1300. Maar deze is gewoon weer betaalbaar. Het is een toestel van €489. Wow. Wat ze nu hebben uitgebracht. Mm-hmm. Dus dat is op zich wel mooi. Alleen het is niet echt heel erg een nieuw toestel. Ik kreeg al mensen in de winkel van, ik wacht al op die nieuwe iPhone SE van 2020. Dat is een heel mooi nieuw toestel. Het is gewoon een iPhone 8 qua uiterlijk. Dus het ziet er precies zo uit. Oh. Alleen wat ze wederom weer gedaan hebben, is hetzelfde trucje van 4 jaar terug. Gewoon de hardware van een recente iPhone erin stoppen. Dus er zit een hele snelle processor in die ook in de iPhone 11 zit. Alleen dan een behuizing van de iPhone 8. Oké, maar stel je koopt deze telefoon, hè? Die SE. Ja. Wat mis je dan ten opzichte van zo'n duur toestel? Waarvan zeg je, maar ik zou dus niet zo'n SE nemen, want daar zit niet dit of dat op. Ja, er zijn een paar dingen in waar ze bezuinigd hebben. Nou, onder andere, als je het vergelijkt met een iPhone 11 Pro of een 10S, dan is het scherm van iets mindere kwaliteit. Nog steeds wel hele goede kwaliteit, hoor, want de kleuren zijn echt fantastisch erop. Alleen het is iets minder helder. Het verbruikt wat meer stroom. Daarnaast hebben die duurdere toestellen ook gezichtsherkenning. Nou, gezichtsherkenning zorgt ervoor dat je zonder je vinger op het scherm te leggen gewoon in één keer in je toestel kunt. Dat is ook handig voor Apple Pay bijvoorbeeld, om te betalen met je telefoon. Dus dat zit er niet in. Er zit een mindere camera zit erin. Nou, als je de nieuwste iPhone 11 ziet, dan zie je dat er 3 lenzen in zitten. Hier zit er maar eentje in. Ja. Dat is voor het dichterbij halen van het beeld en voor diepte te creëren. Er zijn wel een paar kleine details waar het dan om gaat, hoor. Het is niet echt, het zijn niet enorme verschillen. Het is wel echt een keuze dat je voor het duurder gaat. Ja, dat scheelt je dan. Eigenlijk heb je voor dat geld, heb je dus 2 toestellen waar je anders zo'n duurder voor hebt. Ja, meer nog zelfs, hè? Want die duurder is 1100 of zo, toch? Ja, dat klopt. Dat klopt. €1160. Alleen als je naast elkaar houdt, je pakt een iPhone 11 Pro en je pakt een iPhone SE, dan zie je wel dat die iPhone 11 wel wat oude, of die iPhone 8 wel wat ouder uitziet. Dus hij heeft wel een andere behuizing en dikkere randen en iets zwaarder. Het is allemaal wel iets ouderwets. Het is gewoon een iPhone 6 qua uiterlijk. Is het eigenlijk gewoon wat, als je nu een Huawei koopt of een Samsung, want je hebt dan van die goedkopere toestellen, ook van die merken natuurlijk, zo rond de €100 of €200. Is dat dan eigenlijk wat je nu krijgt met deze SE? Dus betaal je nog veel te veel voor wat het is? Ja, nou eigenlijk niet. Want kijk, het grote voordeel van iPhone is wel dat je een toestel hebt die gewoon heel lang meegaat. Apple die geeft die toestellen gemiddeld 5 à 6 jaar ondersteuning. Dus het is niet dat je na 2 jaar al een nieuwe moet. Nee. Dat zie je ook. Ik heb in de winkel nog steeds de iPhone SE van 2016 liggen, die tweedehands verkoop. En het toestel kan nog prima mee. Ja. Dus je hebt op lange termijn nog steeds wel een heel mooi toestel. Alleen je hebt niet de duurste onderdelen erin zitten en niet de allerbeste camera. Maar voor een gemiddelde gebruiker is prima. En kunnen ze dan ook wel de concurrentie aan met Samsung en Huawei en die andere merken?
Nou ja, de verwachting is wel dat dit toestel echt wel weer veel gaat verkopen. En dat ook wel de concurrentie weg gaat slaan. Dat was in 2016 ook zo. Mm-hmm. Dus ik verwacht wel dat ze de concurrentie aankunnen. Dit wordt echt wel een populair toestel. Hoeveel gig heeft deze? Intern geheugen? Hoeveel gig? 64 gigabyte. Ja, okay. Hetzelfde als de iPhone 8. Ja, nou, dus je kan dan niet kiezen. Hè? Dus het is alleen maar een versie met 64 gig. Ja, alleen maar 64 gig. Ja. En dan 489 euro. 489 euro. En geen 5G-ondersteuning trouwens. Dat zit er niet in. Oh. Nee, oké, okay, maar goed. Is dat echt nodig dat je zegt van... als je nu al kunt kiezen voor een telefoon met 5G ready erop... doe dat maar, want je hebt daar een hoop profijt aan? Nou, ik vind het zelf niet zo'n belangrijke keuze. Dat komt vooral omdat dit jaar alleen een bepaalde frequentie vrijkomt van 5G... die niet heel veel snelheidswinst geeft. Pas in 2022, 2023, dan komt dus die hogere frequentie. Ja. En die heeft wel echt effect. Dus het heeft nog niet zo heel veel zin. Okay. Nee, het is vooral marketing. Ja. Ja, die 5G en 4G is natuurlijk al snel genoeg. Hè, voor die. Ja, joh. En je hebt overal wifi tegenwoordig ook nog. Dus ja. Als ze 4G gaan knijpen... Nee, precies. Maar 5G wordt straks gebruikt op drukke plekken. Ja. Om daar te zorgen dat je snel internet hebt. Nou, die komende jaar verwachten niet dat we meer met z'n allen op een drukke plek zitten. Nee. Dat duurt ook nog wel eventjes, denk ik. Dus, waarom denk je dat? Het is nog niet zo heel belangrijk, man. Dat kan trouwens wel een flikse tegenslag zijn voor de mensen die 5G, die belangen hebben bij 5G. Ja. Omdat het allemaal nog wat langer duurt, bedoel je? Ja, dat er dus niet van die bijeenkomsten zullen zijn. Nee, dat klopt. Maar je kan het ook niet goed testen dan. Nee, dat klopt. Het is alleen zo dat het sowieso pas in 2023 in de planning stond, die hogere frequentie. Dus ze wisten al dat het nu nog niet helemaal vrijgegeven wordt. Dus dat is niet veranderd. Goed. Alleen ja, het is nu ook nog niet zo nodig. Bernie, je gooit er een kwartje in en praat door. Dankjewel, tot volgende week. Dag!